glad to my pace slowed down now because I was so disappointed. But, you know, it happens to everyone. I mean, last year I had a stress fracture. So, it's running. Well, congratulations. Well done once. Thank you very much. Once again, and you'll be back with us in raids in just we take a break. Gold runs thin with silver, Africa. Men, it's what we strive for, achieve, and through it comes our comradeship. This year, the gold medal wins gold, Gen Men. Comrade, it's living what Gen is up. Running shoes in the world. Welkom allemaal bij die Comrades Markt. Dit is Mark Page. Het vroeg vanochtend net bij die halfpartie. Krampige kast. En rukken het aan. We gaan van een van die teleurstellingen. Maar mannen moeten we het. Ten spijte van haar keer voor te gaan in die straat. Net buiten die stadion. I think it could spare a thought for Life Page and Bruce. You know, it's actually sad to witness Bruce as having to give up the chase for number one, but one feel more admiration for deciding to finish the race in the same orchestra, and it shows that only the greatest influence of comrades. Sad to witness a deep for us, but he's still a true comrade in the true sense of the word. Bij van 720 uit van die Randse Atletiek Club, wat deelnemers zijn, komen 30 jaar oud. Twee medailles in dit dus. Beste tijd was uur 38 in 1980. Na spijt van haar nog een baie goed jaar maken. Uur 20 op die oomblik. Die skare gaan vir hom baie groot applaus gee, want ek dink hulle is almal baie vlug, die mense wat hier is. En ek laat radio gevolg, die wat nie by televisie stel, baie mense het ook in hulle gebly hier in Durban. Die helper hoor die VN. En hulle weet die teespoed wat Mark Page getref, alle eer aan hom te gemaakt het. Truth Spirit, Graham. Yes, it will see the crowd rising to Mark. Every now and again, when something emotions and someone across the line gives it, the crowd on imp just stand. You can just the goose on your and it's almost so that you know, you want to get down there and give a hug. Here is the veter Johan van Spectrum, 30 jaar oud. Hij heeft 3 medailles, 3 medailles. Zijn beste tijd van het smart 6:33. Dus bij vertoning door Koeman, die vierde rang, links in nummer 17. Zijn reken van beroep, Koeman, afgezien van de Comrades Marathon, zijn gunsteling soort golf. Maar klaar het uur 20 minuten en een paar seconden. Welkom thuis. Wel gedaan. Je kan het trots teruggaan naar die VNB. Weer eens van ons camera gemonteerd boe op die spreidig pilaar. Wat afkijkt op de laatste 30 kilometer. Ik ga proberen die man voor je uit te komen. Benedict Quatloo. Hij is securiteitswacht. Hij hardloopt voor die club Gold Fury. Hoewel die het nou in een tandig stroom klaar maakt, die zandig daar al hele jaar sinds marathon 20 van die immers 3 uur en 40 klaar gemaakt en een 40 van weggesprongen in die laatste uur tussen 5 uur. Met 3 en 5 uur laatste 2 jaar bijna 7% van die wat weggesprongen eerst einde bereikt. En
met 14 wat vanoggend de mensen volgen voor een open vanmiddag wacht. Daar is die vijfde federaal. Trevor Park, Jurgen Fraser? Another, I don't know, but is a name that we all have. Trevor Perry, Hart Virginia Riders, 30 jaar oud. En dan vijf veteran. En hij hardloopt in die grui van reeds 9 medailles. Goud in die eens. Een van de commentator, de Aarsten Riel Houman, volgend namelijk van die vige toename en die aankomende sedert televisie het meken. Nou, ik heb geslaan. De eerste keer dat comrades 70 uitgestaan in 1980, 1930 tot jaar, per Altesa. Het dus kan 7000 van die meer dan 100.000 alreeds die comrades toe het, die eindsal. Met andere woorden, 70 totale atleten uit 1920. Comrades valt 70% het in afgelopen jaar sedert 1983 comrades valt toe. Wat vreding is van alle getoene sedert televisiedekking begin het. Die punt hoe een van ons antwoorden dat het nooit mag gebeuren. In die toekomst die niet zoveel af en krijg tenzij de prijzen wel geplaatst worden. Als uitzendmiddag tot om 5 uur afsnijpunt die brons medaille. En kom eens gaan niet voet terug naar Johannesburg. Just one start, a flame in your heart. I don't lose the world on my earth. I just want to start, a flame in your running shoes in the world. Mizuno, the greatest running shoes in the world. Ja, ons het vermoed op instart. Ze Piwe Kwele een goede positie was in Comrades Marathon, maar blijkbaar is hij ivers in die stadion, maar om de loop met wat problemen wat hij hoort. Dat kan man enige en al positie toe kan veranderen. If it will, you know, you can be looked at one minute and the next minute something unexpected and you're reduced to a swim. They're quailing so well stage and it's just one of those things and they're great that they carry on and they jog and run and across the true Cromwell line. And the look on our eyes is in the vies, pain and groot. Ons verstaan iemand, Trevor Kobus, met wie hij gaan, Colin Thomas, die dit wat derde, kom eens kan ook Trevor. Yes, Ed, well, a man who surprised most of us. Not many people would have given him for being in the world. And Colin, what a magnificent run. Hello, Trevor. Tell us. Okay. When this morning, my target was 40. I said to myself, I talked to my schedule. I didn't say yes. And I had a definitely the last season. I think the lines before going over trip. What's the name to go a bit? Yeah, I saw muscle. Have you been hard work preparation for this? Yes, yeah, I did. You've got two others and others. I mean, shouldn't have not thought of you in many ways, but you have surprised everybody and you must have an extra special. Actually, lucky in the sense, was behind me all up, training, evenings, and so very supportive. The kids as well. They made it possible. You come to Tassel, you're an instrument team there. Yeah. And what racism this year? I mean, active? Yeah, a few months, one I came for merit. Yeah. Can I get out? And I ran a 2-hour extent there, all out, more like especially where I thought it. But that as well, it's a 16. Then from then on, it was 8 comrades straight, and that was it. Not only have you done extremely well in comrades, but I mean, at 30, that's no... Yeah, you had to show it as well, 2 hours. Basically, when it was after we got there, but finally heard it out, I think that's thing about 5th or 6th. So she told me to tonight, she's right in the top 5. And I thank the Lord for that, eh? I see you back there for number one. Definitely. Bruce is not. Well, congratulations. Thanks again. Many mothers to 25 this afternoon.
is the sixth round, but from this round, I can only find it. Yeah, Dizzy from the 30th had a tremendous in cross-country shorter runs. Him and Oz are basically the, you know, leadable vets talent. I don't know what his head is in today, right on the point of going for first vet, but you can see then shake Chris that he's happy to be finished. The Seaman links in that group. That's Chris Reinick, who's a gold medal one. That's the film. Gloves, Chris Reinick, kind of a bit of a landmark in the front row. Smith is mum with Mark. Yes, Mark very concerned in circles. Just isn't good enough to get there, but very strong runner, a very good runner. And I see his, I hope it's Mark, a kiss before. This is the finishing. It helps to get your else. Mike het interesse beroep by die opsigters gehoor van spanning van sport onderwater. Stegen is my mandator vandag in vee, wat baie kon stap 6 per medaille, om dit nog nooit recht goed te kry nie, beste 6 uur in een minuut. Hilke's village is finishing a few ago in approximately half hours. Far cry from the old days we quite a few in under six. We're all getting. Swart had goud gewonnen. Ah, is dat saai het zakelijk. En ik dacht dat 85, 86, 87 keer gekregen. In 1988 4 gouden met over de zwarte, 1990 5 en 90, vandaag weer 5. Die vliegtuig Afsburg het het lang Frans zit zit. Deel is van ons commentaars Alderston en ik heb dan prof vraag, hoe komt dit van voor jou? Ze weten goed gevaren, nou je hebt zo'n grote verschillingen hier en bij goed voor. En hey, dat niet bij het bijvoorbeeld is, Charles John Lof komt niet te oefenen, maar het is maar met 8 uur gewerkt voor 7 dagen en altijd die niet maar hard. Het gebring van de massa's deel. Marielsen, klaar man. Williamson, 32 man wat die elvalje vandaag uitreed. Silver en brons van de die Tom. I must, Edward, I must, Ori Williamson, he plays in the walkie on his arm. Towards the end, he switches off and he plays right, left. Groot mat is nog 50 jaar, daar is die afstand zult om 30 en daar brongel is 5 maar. Komt die 7e veteran klaar maar, nummer 5, 5 daar in de hand om die draad. Dit is Germer, 40 jaar. Harte Voortburg, die club. Die veteran, 40 door. Gert Kram vervoer. Give a little bridge at the end so we do something very brief. Veteran wat ook, maar 1-3-5-3 in die Lavender, die Universiteit Tol Club. The familiar sound for John, the first now, the first person age of John has had a brain. Nou die verschil die vrouwen en des en Tol, half minuut op te snellen met kilometer nog om af. John Dixon. Eerste meester, 50 en ouder, wat klaar maar. John Dixon, 50 jaar oud, veteran in Kamerton. Goud, 10 zilver, maar ze 11e en ons. Hartelijk Christus.
Anthony Winley, the new federal farmer. I had to three Funners Club for the year out. But he were on. Yeah, he's got, he's just got even silver. I don't think he runs Lucas Jeff. Bertie Fulier from West Rock Cape Club, Okayam. And toen hij en is hij is een nieuwe zijn Emirates marathon die de vier en de gouden medaille over medaille. Kom die Peter Andermaat, Anthony Hector. Ja, hij is 80 jaar oud. Maar hij met vlogger medaille nu gaan veranderen af in brons medailles. Tijd hard vorige best op zijn beste ver was in die opgehaald in 60 minuten en 30 seconden. Nu gaat maar wat 7:40. 14.000 atleten wat hardloopt in ons 14 verschillende stijlen. En daar die mannen daar ongemakkelijk wordt, maar kijk niet dat ik klaar. Yes, it's we're 20 managers, we have 20 different styles. And the main important thing is, from a point of view of you, must never change athlete's style. Ons is nu die Comrades Marathon, ons gaat het hier atelier in. South Africans are taken over the Collins as they scored once, but Zane Wilson brought in the penalty here. The referee had no option to give the fee. The Collins are far happy with the decision, but the referee remains on Dan Rado. Striker Mapanya has a one opportunity for South Africa to the lead. West Africans, you'll discover that it's too well fermented. Twinny Goodley. You'll discover that old lager, more malt other lager, and more skull, refreshing that's brewed specially for beer buttons. The ferment lager. You don't have the comrade fit and slip. Join Run Walk for Life. Call on 100-419-4. Terug in de liet die enige comrades maar die 60ste die gespannen hier die wedloop. Ja, dit wordt weggekort, nummer 1561 hier. Dit toneel wordt nog buigen. Hendrik is wat zo pas afgedraas met draagbaar Celtic Harrier en die kaap. Bij vierde Rits medaille. Die vier op die rechterhoors aan veteran nummer 3, Jacobus. Hij is van Bel. 40 jaar. Verdacht zijn 7e medaille. Vijver, wat nu is 6e en 1 brons. Graham, ons het vanmorgen toen een kind gesteld dat ons gezegd bekende keizer is wat jaren gehad met kinder nummer 66. En mag ik veel vragen hoe het niet te hard om te zitten en kijken hoe het maar als jij finaal te komen, het gaat nooit weer hard op. No, I'm finally finished with it and I am going to run again. To admit that having such a apprenticeship of gold medals, have taken anything out of my system and gone back into my system. Looking at the performer day, I see that it's going to take a marathon, excuse the pun, to get back into the shape I used to be in. I can assure you that I can, I'm going to Comrades again, and I will give it my shot, even if my blood is 9 hours. I'm going to try as well again. I'm from Graham, for today for us, can give you your point from your Comrades. I'm sure that it's important for people like me, to become Comrades. By kijkers for us, for women, see more gebruik than what self-hard of it. The problem is that wanneer die van die meer hardloop niet, dan trillen als helpen voor die hardlopers en dat is bijna moeilijk om de hardlopers in die handen te krijgen om ons bij te stijgen. Menen moest ons bijzonder danken dat ons Graham vrij krijgen en een man zoals Mr. BC wat naar Comrades gaat. Een keer proberen die twee oceanen in dit gewinnen, nog twee gouden medailles gekregen.
man wat die verdra is hardop nou by 'n verby net by 'n flissies is Larys keermale sien van dit. En dan soos mens probeer om daardie betrokke boom hier verby aan die uit. Hierdie hoekom ek dit is dat dit 'n boom wat in 1967 hier by die King Cricket Stadion gesteel kry in Pala toe hy na die magnifiek van 270 van hom gestraalie teen Wilde span. Dit was dit vir jare 'n tradisie dat cricketspelers wat al aanteken hierom het 'n boom later 'n tradisie uitgeswaai van die bome ons dien verwyd. Die stelling wen ek weet te Maritz Smit Stadion. Daar is geplant andere maak neer. Het hy gelede na 200 talle wedstryd aangeteken het hy daar 'n plant. Ag vlaggies klein sien. Later vanmiddag natuurlik interessantheid van wat hardloop om 'n medalje te kry nie om 'n brons te kry. Ons allerhande style sien hoede, enige haardos, koppedek. En dan die half is al gewoond geraak daar hier met die kameraton. Manne wat gaan insel, baie swaar vrees. Is nog 'n lang en wat dit betref, Narcos op bes om Bulkera Durban, die besig om agter lyk meer na mistigheid pyn en ook in die weervoorspelling dat die noordwes of liewer noordewind, wat die droë wind en wat gisteraan daai het. Vanoggend was dit al maar omgeswaai na weste wind en is goed dat daar is dat hier teen vanmiddag kan dan sienlik verandering wees, moontlik dan ligbuie teen verdamp en die temperatuur gaan daal. En ek dink hierdie wind wat nou baie met die koeler weer bring, gligting wees vir die wat nog daar buite op die pad. Yes, a blessing as I can't in recent certainly in the last 10 years it actually rained or drizzled at the finish. I think it's going to be a blessing in this because everybody, you know, watching the television, tuned, all the human unfolds, people actually do push themselves to the limits. Nog een wat klaargemaakt, 8-5 Cecil Cox van Heath Villagers, 44 jaar oud, en hij die 8e Comrades medaille. Ik moet zeggen, Comrades man, baie geluk met die weer betreft, zei ik erin, oor hierheen. Ek het 'n besonder goeie rede om nou die laaste keer gereen het by die 1965 hoe Kenneth Gommersol net die hy het gekom in die reën en ek baie goed want daar het ek hier in Kaapstad af om my volgende dag hier in 65 begin en het so gereen dat ons nie uit die motor in ons na ons hotel toe kon gaan nie. Dit was die laaste jaar dat daar werklik baie sleg weer was. Sleg in die sin dat het gereen het en wat die hardlopers betref, die boere natuurlijk baie verheug gewees. Maar oor die jare heen dan eintlik baie gelukkig wat die weer betref. Trouwens aan die warm kant baie jare gewees en atlete wat gesukkel het in die warm weer. It was Tony Venneker from Mendine, just crossing the finishing line there, well known in medical circles. Ons hoor nou heel wat opwinding onder die toeskouers. Die tweede vroue atleet wat blykbaar reeds in die stadion is. Ons kameras soek haar hier tussen die letterlik duisende mense wat nou hier by die impunt saamdrom. ...400 meter van daaraf naar die einde. Kom ons kijk, ons nou daar die boom baie vluchtig gaan zien, maar hij gaat niet stilstaan, die camera niet. Maar hier aan die rechterkant, wanneer hij om daar die draai komt. Ja, is eerlijk moeilijk om te zien. Als mij zie je precies waar hij is. Nee. Die tweede vroue atleet
is Bainabi and Van Paul. Elaine Rees. Finishing in the two top lengths for the three runners. Rocky, Allied Rocky, President. Gilchrist, Villager, Selby Perrin, John Smith. Good year, their finish club. And we are awaiting the second lady, will it be Golden Door for Elaine Rees? Die tweede vroue atlete vir jaar se Comrades Marathon, Elaine Rees. Ladies and gentlemen, the second runner in the stadium, Elaine Rees. Haar beste Comrades tyd, Graham, is vandag 'n baie goeie vertoning van Elaine. Haar beste tyd tot dusver 7 uur 37 minute en sy gaan nou klaar maak in ongeveer 6 uur 54, 'n groot verbetering. She's almost three quarters an hour. I'm sure she's probably amazed at how much she's cut off her best time, but she's running very comfortably. I think she's just ahead of the third lady, which is Tilda. A big round of applause. She, ladies and gentlemen, has just earned herself a gold medal. Elaine Rees. Elaine Rees earning her first solid gold medal, and my old club mate, pal and training mate, Derek Tivis, doing a good chauffeuring job for Tilda Till over the finish line for third lady home. Tilda Till in the derde plek. Savages from Durban is our club. En sy gaan haar vyfde silver medalje in die Comrades Marathon kry. Sy het ook vier brons medaljes. En sy gaan sorg vir haar persoonlike beste tyd. In 1990, verlede jaar, het sy klaargemaak in 7 uur 11 minute en 'n paar sekondes. En nou maak sy klaar in minder as 7 uur. Yeah, I think Tilda must be very pleased with her effort. I'm very surprised that she was so far ahead of Dieter Blanche. I fully expected Dieter to have a real blinder today, but well done, Tilda. Must have been the good chauffeur you had. Ja, in Afrikaans het ons 'n uitdrukking wat sê die koning is dood, lank lewe die koning. En mens huiver om daardie uitdrukking te gebruik, want Bruce Fordas is lank nie dood nie, hoewel hy vandag baie groot probleme gehad het. Maar die skare gaan vir hom die applaus gee wat elke atleet wat teespoed gehad het en nogtans die Comrades voltooi verdien. Die nuwe koning is Nick Bester, maar onwillekeurig onmiddellik die vraag, hoe lank gaan hy koning wees? Well, I don't think there's one person sitting down at the moment, and I see, instead of the familiar baton, Bruce has got himself what looks like a rose. At least he's got something in his hand. Well, there is die rose wat die dames atlete gewoonlik ontvang, die vroue. Iemand het van 'n rose gee. I don't think Bruce knows how to run the lap around the Kingsmead without something in his hand, so he has to carry something. Hy sê dankie aan die manne wat weerskant van hom gehardloop het en hom ondersteun het. Vroeg vanoggend al het ons gehoor, as hy dalk laat ingeskakel het, dat hy nie goed voel nie. Toe het hy later gaan staan, maar hy het gesê, hy gaan die wedloop voltooi en sal nooit onttrek nie. En 'n staande ovasie vir Bruce Fordyce. Stuart Peacock wat saam met hom klaar gemaak het. Baie welverdien, Bruce. En Bruce se ma, mevrou Whittaker, wat ook daarby was om hom te verwelkom. En kom ons gaan net gou-gou terug vir 'n advertensiebreek.